Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion. En vandaag neem ik jullie weer mee in mijn weekend als mama. Ik zie er heel goed uit, dan weet je dat alvast. Mocht je trouwens deze video leuk vinden, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Mijn gebrek aan enthousiasme komt door mijn gebrek aan slaap. Ik heb nou misschien 2 uur geslapen vannacht. Eden is nu 5 weken oud ruim. En die dacht vannacht, weet je, ik ga gewoon alleen maar krijzen. Dat is wel zo relaxed. En toen dacht Niels, weet je wat ik ga doen? Ik ga spugen. Dat is ook leuk voor papa en mama. Nee, het is natuurlijk veel erger voor die kids dan voor ons. Maar we werden echt wel een beetje gallies ervan. Eden is... 2 dagen geleden bij de osteopaat geweest. En die kon gelukkig wel heel veel voor haar doen, zeg maar. In de hoop dat ze dus ook wat minder last van het leven heeft, zeg maar. Want ze is echt wel, ze kan echt heel hard en heel intens verdrietig huilen. En dan is ze echt ontroostbaar. En dat is natuurlijk heel frustrerend als ouders. Dus die heeft haar wel kunnen helpen, maar die had al gezegd van de eerste 24, 48 uur... kan het zijn dat het eerst erger wordt voordat het beter wordt. Dus ik hoop dat het gewoon is. En dat het hierna gewoon... dat het gewoon wat vrolijker is. En wat lekkerder in de lijf zit. Ik vertel er ook meer over in mijn zwangerschapsupdates. Maar die lopen wat achter. Of op mijn bevalupdates. Of hoe ik ze dan nu ook moet noemen. Maar die lopen wat achter op mijn vlogs. Omdat ik natuurlijk vooruit ben gewerkt vanwege mijn verlof. Maar mijn vlogs niet vooruit werken. Kort gezegd zei ze van het is echt gewoon, ze zegt ik zie heel veel baby's, maar ik zie echt zelden een kindje wat zo super alert al is op deze leeftijd en je helemaal volgt en alles. Dus die krijgt zoveel indrukken binnen, daarbij is ze gewoon best wel groot voor de leeftijd. Ze zegt ze zit gewoon krap in een jasje, vandaar dat ze zich graag uitdrukt omdat ze dan wat meer ruimte krijgt, zeg maar. Dus er waren, en de middenrif zat, waren gewoon best wel wat dingetjes waardoor ze zei, het verbaast mij niet dat ze wat onrustig is. Ons poezekind, ik zal er even laten zien. Ons poezekind, ik weet niet of je het een beetje kan zien, heeft helemaal kale billen. En een stukje van de staart is er af. Nee, ik kan het nu niet goed zien, maar is wel weer helemaal in haar element. Ja. Yeah. Want ook ons poezekind was ziek deze week. En dat kan je er allemaal natuurlijk wel bij hebben. Ze had heel erg diarree. En dat zat door het hele huis. En dat duurde een paar dagen. En toen kon ze zichzelf ook niet meer schoonmaken. Het was verschrikkelijk. Wij kregen het niet meer schoon. Dus uiteindelijk is ze naar de dierenarts gegaan. En hebben ze haar daar eerst echt volledig de stress in geholpen. Met een scheerapparaat. En toen ze vervolgens redelijk lijp werd, toen hebben ze in overleg uiteraard met ons, hebben ze er verdoofd en toen alles gedaan. En was ik ook, ik had het al van het begin af aan gezegd, kunnen we haar niet iets geven, want ze krijgt zoveel stress hiervan. Dus het was echt heel zielig. Maar goed, die heeft nu een kale bil. Maar is wel weer schoon en daardoor ook weer veel vrolijker. Kan zichzelf nu ook weer schoonhouden, want dat lukte er niet meer. De diarree is volgens mij over, ik ga zo even de bak kijken, maar ze heeft nu speciale voeding. Dus alles komt straks weer op spootjes terecht. Maar het is echt, was even een redelijk pittige tijd. Dus ik weet niet hoe gezellig deze vlog gaat worden. We hebben dit weekend niet zoveel gepland staan. Oma heeft haar op de buik gelegd. En dan ligt ze dus heerlijk te slapen. Daar heb ik niet zoveel aan, omdat we dat natuurlijk s'nachts niet kunnen doen. Maar het ziet er wel heel boek uit. Maar nu ligt ze even lekker. Ik ga haar zo voeden. En dan gaan we nog even wat drinken. Ik heb ook even geslapen, super fijn. Dus vandaar dat ik in mijn PJ ben. En nu begint zij ook wakker te worden. Dus ga ik even eten. Heb ik trouwens een nieuw kettingtje. Wel leuk. Via Etsy. Goedemiddag is het alweer. Het is zaterdag. En de dag begon goed. We hadden goed geslapen vannacht. Allemaal. En gedoucht, opgemaakt, haren gewassen. En ineens was ik echt heel erg misselijk. Heb ik super veel overgegeven. Paar keer. Niet fijn. En dus nu zit ik in mijn badjes op de bank. Wel mijn haar net gefeund. Dus ik had nog zo'n natte lap in mijn nek. Hoorde ik niet fijn. Op zich voel ik me wel oké.
Maar wel gewoon in de buurt van de wc. Met een beetje bouillon op. Ik heb ook echt gewoon een beetje trek. Nou heeft Niels van de week overgegeven. Dus misschien dat ik dat heb. Dat het toch een bacterie of zo was. Ik weet het niet. Dus Niels en Sven zijn even naar buiten. En mama was zo lief om even langs te komen. En die helpt mij nu met Edin. We zeiden al, ze hadden toevallig vanmorgen dat we wel van de, zeg maar nu echt sneller hulp inschakelen dan vorige keer. En dat moet ook wel, omdat je, ja, toch met een tweede, zeker zo'n peuterpuber, die moet gewoon ook gewoon lekker zijn energie kwijt kunnen. En nou, dus hier is even lekker met papa naar buiten. We wilden allemaal leuke dingen doen. We wilden vandaag gewoon even lekker ergens gaan lunchen en gewoon een beetje quality time ook met Niels en Elin, die ik gewoon een beetje rustig bij, zeg maar. En dan morgen naar de dierentuin. Want het is voor haar niet heel veel prikkels, want ze ligt gewoon in die wagen en kan gewoon slapen en zo, als ze wil. Maar voor Niels wel heel leuk is. Want het bos leek me niet zo handig met de regen. Maar goed, dat moeten we helemaal maar eventjes zien. Nu hebben we komen Sven's ouders morgen, afhankelijk geloof ik van hoe het gaat. Misschien komen ze sowieso, want ze wilden sowieso graag de kids zien. Maar ja, het is ook weer even iets anders dan gepland. Maar het is wat het is. Ik voel me gelukkig weer oké. Dus we zijn weer op avontuur, net als de laatst. En nu wel weer op zoek naar het... Heet het nou vlot? Nee. Pontje, dank je. Kom maar even nu maar uit. Dus we zijn onder rood met regenjas, hè Niels? Ja. Kom dan ook weer naar voren. Touw vasthouden. Ja, en trekken weer. Lopen. Goed zo. Nou, we hebben hem gevonden. We stonden er praktisch met ons neus bovenop. Oké. Oh, grote kuil. Ja. Nou, we zijn op avontuur in eigen stad. Het is inmiddels zaterdagavond alweer. Nou, zoals je ziet ben ik gelukkig opgeknapt. Klopt het ergens op af? Ik voel me wel oké. Gelukkig. Ik ga even make-up eraf halen. En we zijn nog even naar buiten geweest, zoals een beetje regenachtig of zo. Maar er is hier een soort wandeling in de buurt met een, waar je met een pontje jezelf naar de overkant kan trekken en zo. En daar waren we, in een van de vorige vlogs zag je al dat we daar naar op zoek waren. Maar toen was het afgesloten vanwege een festival. En nu hebben we het wel gedaan, dus nou, het vond ik helemaal prachtig. En nou ja, goed, daarna gewoon het avondritueel met de kids. Eden heeft echt een hele nare hoest. Kan er ook nog wel bij. Never a boring day. En we hebben gemerkt dat ze vooral dit slaapje, zeg maar, dus rond de spitstijd, als zij gegeten heeft, dat is meestal rond een uur of half zes, ergens tussen half zes en half zeven meestal, dan krijgen we daarna niet echt in bed gelegd. We willen ze gewoon graag bij ons zijn, dus dan gaat ze in de draagdoek. En we hebben het ook over gehad met consultatiebouwers en die zeggen ook, ja, weet je, dat ze, als dat gewoon het moment is dat ze dat graag wil, doe dat dan vooral. Dus dat doen we. Dus ze zit nu bij Sven in de draagdoek. En dan gaan we er gewoon bij de volgende slaapje, of bij de, na de volgende voeding gaan we weer op bed leggen. En ook die wil ze vaak niet in bed, maar wat ik dan vaak doe is, ga ik wel bij ons bed liggen. Ze slaapt natuurlijk bij ons op de slaapkamer. En dan leg ik haar tegen me aan. Dan ligt ze wel gewoon op de rug. Maar dan een beetje tegen mijn been aan, zeg maar. En dat werkt vaak ook wel. Het scheelt dan dat je dan niet haar echt fysiek vast hoeft te houden. Dat scheelt voor onze ruggen enorm. En dan heeft ze toch een beetje die geborgenheid. Ik weet niet of je het hoort, maar Niels is altijd nog een beetje aan het zingen, aan het kletsen als hij in bed ligt. De dag verwerken. Ja, dus dat. Goedemorgen, het is zondag en we hebben gewoon weer een goede nacht gehad. Echt zo fijn. Waarderen wij zeer. Dan kan je de wereld ook weer wat beter relativeren. Maar, wat doen. Vandaag komen Sven's ouders langs. Dus dat is fijn en gezellig. Zo, dat is beter. En ik zat trouwens ook mijn filmpjes terug te kijken van toen Niels net geboren was. Dus toen Niels 4 weken was en 7 weken.
En als we al die krampjes hadden, had hij zo'n last van. Maar dan wist hij misschien wel wat het was en hoe je hem kon helpen. En dat scheelt wel. En toen vonden we dat ook heel lastig hoor. En zeker omdat hij eerst is. Maar dus heb ik even terug zitten kijken. En dan zie ik ook pas hoe bizar groot zij eigenlijk al is. Want hij was al geen kleine baby, maar zij is echt groot. We zagen gisteren ook, waren gisteren buiten aan het wandelen en zag je andere baby's in draagdoek. En denk je, oké. Ons is niet klein van stuk met haar 5 weken. Hij is bijna 6 weken. Maar goed, ik ga me eventjes aankleden zo en even tanden poetsen. Want eergisteren, vrijdag, toen kwam ik om 5 uur tot de conclusie dat ik mijn tanden nog niet had gepoetst. Maar mijn make-up zat wel onvliek, dat is ook belangrijk. Ik heb trouwens gisteren nog een bestelling van Hennis binnen met onder andere 2 maillots voor haar. Dit is wel een iets grotere maat, maar ik dacht ja, een kleiner maatje, het is nu nog geen winter. Dit spijkerhoekje, maar dan is het gewoon een lengtje. Hadden we nog niet. Dit is gewoon zo'n 2-pak met een grijze en een zwarte maillot. Ook een setje leggingjes, ook een maatje groter. Een donkergrijs, lichtgrijs en nog een andere kleur grijs. Misschien zit het wel zwart, maar kijk, als je naar zwart houdt, dan is het toch wel heel donkergrijs. Nou. En 2 rompertjes met zonder mouwtjes. Deze vinden we wel heel fijn met gewoon van die bandjes, omdat je daar heel makkelijk de armpjes doorheen krijgt. Want het zit toch onder dingen. En dit shirtje, dus die ga ik allemaal even wassen. Dit is een shirt wat Niels gisteren aan had. En sokken. Dezelfde gebruik zijn wij met de kist van Witte. Zijn vader is bezig met kinderbeveiliging in het kastje. Maar het zit zo goed dat je het niet meer open krijgt als je hem dicht hebt. Dus super goed beveiligd, maar nu moet het nog werken. En ik ga alle kussenhoezen wassen. Nou, alles met mittens. Ik zit even op mijn fiets naar de IKEA. Heel snel. Ga jij dan naar deze kant? Ik loop naar de IKEA. Want ik had even binnenvullingen nodig van kussens, want die waren helemaal verteerd. En ik zit weer op de fiets terug van de IKEA naar huis. Geslaagd. Kussendingen, gewoon meer dingen gekocht. Wij zijn een hapje eten. Het is inmiddels alweer 10:30, 11:00. Ik ga zo voeden. En ja, dat is het ook alweer voor dit weekend. We zijn echt lang niet aan alles toegekomen wat we wilden doen dit weekend. En nou ja, goed. Het was hier helemaal schoon. Het is hier ook alweer een bende. Het is een rommelig leven. Nu hebben we wel een soort modus nu voor de avond gevonden. Waarbij ze het eerste deel van de avond bij Sven in de draagdoek zit en daarna naast mij in bed ligt. Dat is in ieder geval heel prettig. Daar gedijt ze in ieder geval voor nu goed op. Ik ga Mits nog even wat drinken geven en dan ga ik zo die kleine voeden als ze wakker wordt. Dus ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden zien. Ik heb geen idee wat ik gefilmd heb eigenlijk. Maar ja, ik val sowieso heel erg in herhaling bij alles, bij iedereen. Dus ik hoop niet dat dat nu is gebeurd in de vlogs. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. En volgens mij is er woensdag ook weer een video, extra video. Dus tot dan. Doei!